Zeg Frank, weet jij hoe de kinderen in de boerderij zijn terechtgekomen? Ja, dat is een heel lang verhaal. Ongeveer 3000 jaar geleden leefden wij in dezelfde omstandigheden als nu. Er was milieuvervuiling, de mensen waren nooit content, alleen geld telde. Op zekere dag gebeurde er een grote ramp. Er ontsnapte een giftige gaswolk uit een moderne fabriek. De gevolgen waren ernstig. Alle volwassenen stierven en alleen de kinderen bleven leven. De kinderen verhuisden naar het bos en leefden van visvangst, jacht en landbouw. Jarenlang heerste er een tevredenheid en een zalige rust. Tot een van de mensen toevallig op het spoor kwam van die wetenschappelijke gegevens. Deze groep wenste opnieuw te gaan experimenteren met de gevonden maar gevaarlijke informatie. Er werd een vergadering ingericht en tot vergrote verslagenheid van maar enkele mensen bouwde men opnieuw grote fabrieken. Atoomwapens werden na korte termijn aan de lopende band geproduceerd. Enkele kinderen schrokken van deze plannen, want ze kenden de gevaren die hieraan verbonden waren. Deze kleine minderheid ging zich vestigen in een streek die voor de beschaafde wereld onbekend was. Deze mensen behielden hun kleine gestalten en hun jong uiterlijke. De anderen die zich in de rijke oude industriële streken gingen vestigen, kregen opnieuw een oud maar afgeleefd uiterlijk. Ik groeide als knaap op in die moderne wereld, maar toch stelde ik mij nog vragen. Op zekere dag speelde ik op de markt en toen gebeurde het volgende. Veronis! Ma! Ik ben. Nee, dat zijn allemaal te veel. Kom, we gaan op de markt wandelen. Oh, dan wil ik meegaan. Kom je mee op de markt wandelen? Nee, we blijven hier liever knikkeren. Hier, gebruik mijn knikker maar. Hier is de schuldige. Jij gaat met me mee. Thank you.
Ik wil naar Studio Sport kijken. Speel alleen maar gezelschapsspelen. Doe maar mee.